Goeiedag allemaal. Het is vandaag 15 maart 2019. Het is nog vroeg, 9:55. Ja, we hebben een weekje achter de rug van ruig weer, zou je kunnen zeggen. Storm, heftige storm, veel wind, ook veel regen, bewolking, geen zon, af en toe. En ja, daar hebben we het mee moeten doen. En de storm, die was zo heftig en die dagen daarna ook, dat je zou kunnen zeggen dat alle vuile lucht, als die er al was in Nederland, en alle fijne stof, dat in feite allemaal in één klap het land is uitgejaagd. Waar naartoe, dat weten we niet als het er al was. Hè. Laten we dat wel voorop stellen. Dan weten we niet zeker of het er al was. Maar nu is het land weer schoon. En als er af en toe een gat in de wolken komt, dan zie je een prachtige, heldere, staalblauwe lucht. Mooier kan het niet. En ja, ondertussen zitten wij als akkerbouwers natuurlijk toch een beetje in de ruststand op dit moment. Want het is even pas op de plaats. We kunnen geen landwerk doen, want het is te nat. Maar we geven daar niet om dat het nat is, want dat komt ons prima uit. Want we hebben een vochttekort en ja, het is nog vroeg genoeg om te gaan aardappelen poten en dergelijke dingen. Het is nog maar half maart zoals we zeggen, dus dat maakt helemaal niet uit. Als het straks, en dat zeggen ze dus, dat volgende week wordt het een beetje lenteweer weer. Nou, daar zijn we dan heel erg blij mee. Ja, en het gras, daar zit natuurlijk al wel behoorlijk wat groei in. Hè? Want als je zo rondrijdt en je kijkt naar de grasvelden, naar de weilanden, dan zie je dat daar een prachtige, gedonkere, gezonde, groene kleur op ligt. En dat er ook al echt groei in zit. De echte groei komt natuurlijk pas later. Maar ze zijn hier behoorlijk met die straaljagers aan het oefenen, zoals je hoort. En dat verstoort ook wel een beetje de lucht. Maar we zullen aannemen dat dat defensie is en dat we hier niet praten over, laten we zeggen, vliegschaamte. Want we hebben natuurlijk de vliegtuigen en die defensie nodig. Ons land ziet er weer prachtig uit. Maar ja, ondertussen, we kunnen het woord klimaat kunnen we eigenlijk niet meer horen. Want je wordt er bijna ziek van. Het is klimaat hier, klimaat daar. Gisteren in de Kamer uitgebreide debatten en van alles en nog wat. En wij burgers, wij zitten erbij, we luisteren ernaar en we begrijpen er niks van. We worden met allerlei feiten van wetenschappers en cijfers om de horen geslagen. De wetenschappers, dat zijn de mensen die het weten. Die hebben dat, dat is hun beroep. Wij burgers, wij weten niks. Wij horen alleen maar wat ze zeggen. We moeten maar aannemen dat ze de waarheid spreken. En wat is de waarheid? Dat is de vraag. In hoeverre worden we nou beïnvloed door mensen die belangen hebben bij bepaalde ideeën en bepaalde richtingen die ons land uit moeten gaan? De politiek die moet bepalen. Ja, en die weten het vaak zelf ook niet. Want ze staan natuurlijk ook maar met lege handen. Want in hun hoofden zit ook niet de wijsheid. Ze hebben ook niet de wijsheid in pacht. Zij praten maar na wat ze van anderen horen. Ja, we moeten energie besparen. We moeten van alles en nog wat proberen op te gaan beperken. Ja, hoe gaan we dat doen? Elektriciteit, daar wordt nogal veel aandacht aan geschonken. Maar stelt u eens voor, beste mensen. Ons land moet elektriciteit produceren. Maar hoe produceer je dat? Dat komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Ja, natuurlijk. Door de zon zou je zeggen en door de wind. Gratis. Wind is gratis en het zonlicht is gratis. Maar om dat dan om te zetten in elektriciteit, dat kost ook geld. En wat willen wij? Willen wij nu werkelijk een land vol met windmolens, vol met velden, met zonnepanelen, schitterend in de zon, wiekend in de wind? Willen we dat? Is dat de manier waarop we ons land naar de toekomst willen brengen? He? Lelijke molens, zonnepanelen, noem maar op. Dat is toch ook niet fraai. Maar we willen roomser zijn dan de paus in ons land. We doen net of we alles weten. De opwarming van de aarde, die boezemt ons angst in. Althans, dat wordt ons aangepraat. En ja, gelooft u het zelf? Kijkt u eens met uw nuchtere boerenverstand naar uw omgeving. Kijk eens naar de lucht, kijk eens naar de omgeving. Kijk eens naar de planten die hier om ons heen staan. De lente komt eraan. Eerst de groen barst weer uit de bomen en uit het land. En niets is er dat erop wijst
dat het niet goed gaat. Ja, en dan de kosten. We zijn pas weer aan het rekenen geweest. Hè. Kijk, we hebben deze krant toch maar even meegenomen. En ja, hier, klimaatchaos, burgers in onzekerheid na de ommezwaai van het kabinet. Ja, het kabinet is net voor de verkiezingen, provinciale statenverkiezingen, een beetje omgezwaaid. Een goede zet, zegt men. Slim van Rutte geweest. Maar uiteindelijk, iemand moet dat allemaal gaan betalen. En dat zijn wij burgers blijkbaar. En nu moet ineens ook de grote industrie waarschijnlijk ook gaan betalen voor de uitstoot van CO2. Kijk eens om u heen. Ziet u CO2? Moet u eens buiten gaan staan straks. Kijk eens om u heen. Ziet u ergens CO2? Ik zie het niet. Is het er wel? Ja, men zegt dat het er is. En bepaalde filmpjes op YouTube, als je niet weet wat het allemaal is, die laten zien, of proberen te laten zien wat CO2 nou eigenlijk is. Maar is het er ook echt? Hè? En dan moeten we voor iets betalen, en dat is moeilijk, dat wij mensen voor iets moeten betalen wat je niet kunt zien. We betalen graag voor alles en nog wat. Voor een krant, voor een boek, voor ons eten, voor onze auto, voor onze vakantie, noem maar op, voor onze gezondheid. Dat kunnen we dan zien. Dan krijgen we op dat moment wat voor terug. Maar betalen voor iets wat je niet kunt zien. CO2, opwarming van de aarde. Moeten we allemaal voor betalen om dat te proberen tegen te gaan. Wij arme, kleine, zielige mensjes gaan dat proberen. En onze burgers van dit land, vooral dit land, want we willen weer gidsland zijn natuurlijk. Die moeten dat allemaal op gaan brengen. Hoe moet dat? Zijn we daar tevreden mee? Voor een onzichtbaar product. Iets waarvan je niet weet of het wel het geld op gaat brengen wat je eraan gaat besteden. En waar gaat dat geld naartoe? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Want ja, als wij geld uitgeven en de burger moet geld opbrengen om een bepaald iets tot stand te gaan brengen, dan gaat dat geld natuurlijk naar iemand anders toe. Naar wie? Naar de regering? Naar particuliere bedrijven, maar het geld dat uit onze zakken wordt getrokken, dat gaat naar iemand anders, naar iets anders. En dat geld dat blijft toch natuurlijk wel, dan zou je kunnen zeggen, in ons land, maar niet meer in jouw portemonnee. Dat is natuurlijk wel vervelend. Ja, wie kan dat allemaal controleren en allemaal nagaan? Dat zullen we. We worden misschien wel besodemieterd en we zijn het gesodemieterbeu, als je dat zo kunt zeggen. Want de gemiddelde mens, die zal het een zorg zijn en die zal denken, ja, goh, de mens vreest het meeste om het lijden dat hij vreest, maar nooit zal komen. Zo is het altijd wel geweest, zullen we denken. Of niet, of wel. Wie zal het zeggen? Kijk, we hebben ook weer gezien dat de schooljeugd op het Malieveld aanwezig was. Die kinderen, goed bedoeld, ja, die weten amper waar ze het over hebben. Die kletsen natuurlijk ook maar wat ze horen. En die vinden het leuk, zoals we al eens eerder zeiden en dachten, dat ze een dagje weg zijn. We moesten denken aan dat hele klimaatgebeuren. Aan het sprookje van Hans Christian Andersen over de kleren van de keizer. Misschien heeft u het wel eens gehoord. U weet het misschien even in het heel kort. De keizer, die was zeer gebrand op prachtige kleren. En een stelletje oplichters hadden daarvan gehoord en die probeerden de keizer aan te praten dat zij verschrikkelijke mooie kleren voor hem konden maken. Maar die hadden een bepaalde eigenschap en die kleren konden alleen maar worden gezien door mensen met verstand. En die geen verstand hadden, die zagen het niet. Dus die keizer die ging erop in en liet die oplichters die kleren maken. Maar ze maakten niks, maar ze deden net alsof. De keizer trok op den duur die kleren aan. En had dat eerst laten testen door anderen. En die hadden allemaal bang voor hun hachje, omdat ze voor dom zouden worden versleten, gezegd hoe prachtig die kleren waren, terwijl ze in feite niks zagen. Toen de keizer die kleren aantrok en uiteindelijk door het volk liep om aan iedereen te laten tonen, was iedereen stil, want niemand durfde te zeggen dat hij zag dat die keizer had geen kleren aan. Maar als je dat zou zeggen, dan werd hij voor dom versleten. Tot er op een zeker moment een klein kind in de menigte riep, de keizer is laag, de keizer heeft geen kleren aan. En toen begonnen de andere mensen ook te zeggen, ja, de keizer heeft geen kleren aan. Zie je wel. Kijk, daarmee vergelijk ik nou een klein beetje die hele klimaatdiscussie. We kletsen iedereen na, we willen niet achterblijven, we durven niet te zeggen dat we het ontkennen, want ja, je moest eens een keer daarop worden afgestraft, want iedereen moet meezingen in het klimaat, in de klimaatdiscussie. Maar eigenlijk denk ik
zijn we bezig met een sprookje zoals de kleren van de keizer. En dat neemt niet weg, natuurlijk. We willen ook niet voor barbaar versleten worden dat we op moeten letten met wat we doen hier op aarde. Maar dat we nu dergelijke draconische maatregelen gaan nemen waar u en ik het slachtoffer van zijn, zonder dat we ook maar enige garantie krijgen dat het wat helpt met de wetenschap dat we straks ons hele land hebben verziekt met zonnepanelen en hoge windmolens en weet ik wat nog meer, terwijl er andere alternatieven zijn. Maar goed, we moeten realist zijn en ja, het is nu eenmaal zo in dit land op dit moment. De verkiezingen komen eraan. Als je dat zou zeggen, dan is er... Op wie ga je stemmen? Dat horen we wel eens op de radio vragen aan mensen in een interview. En dan zeggen ze allemaal, dat laat ik u niet weten. Dat zeg ik niet. Dat houd ik voor mezelf. Wat een flauwekul. Waarom moet je dat voor jezelf houden? Ben je bang dat je wordt versleten voor dom? Of voor extremistisch, of voor onwetend, of met de verkeerde kleur, bang voor je baan in de toekomst, dat je baas anders zou denken. Zoiets zal het wel zijn, denk ik. Op wie ga ik zelf stemmen? Over het algemeen ben ik nogal VVD gericht. Dat mag ik best zeggen. Maar op dit moment heb ik ook grote sympathie voor die meneer Jerry Boudet. Hij mag het misschien niet bij het rechte eind hebben, maar hij is toch eigenlijk iemand die het op een andere manier bekijkt en wat velen niet zal bevallen. Want ja, hij verkondigt niet de gangbare mening en die past niet binnen het algemene doemdenken, maar hij zegt wat anders. We weten het nog niet. Kijk, dat weten we nog niet. We zullen twijfelen als we in dat stemhokje staan tussen Jerry of met Mark, om het zo maar te noemen. Deze twee die hebben onze sympathie en we schamen ons daar niet voor om dat ook hier openlijk te verklaren. Waarom zouden we? Niemand durft. Je moet daarvoor durven uit te komen. Figuren die de passie spreken, die moet je niet vertrouwen. Want als de vos de passie spreekt, dan boert pas op je kippen. En dat zijn er nogal wat in de Kamer op dit moment. We ergeren ons en we kunnen er niks aan doen. Aan dat manneke van Jette Klaver. Hè? En die andere meneer, dat ventje van de D66. Als ik dat manneke zo zie, dan denk ik, goh, moet je kijken. Moet ik nou mijn vertrouwen leggen in dat ja, zo onschuldig ogende, nog niet helemaal droog zijnde achter zijn oren. Zo'n manneke, moet ik daar nou mijn vertrouwen aan geven dat hij het bij het rechte eind heeft? Dat kan je bijna niet geloven. En we zagen gisteren ook Marian Thieme. Die stond weer voor de microfoon met een verkrampt mondje, helemaal dichtgeknepen van venijn en valsheid, zou je kunnen zeggen, weer naar de boer. Want wat preekte zij weer in dit hele verhaal? Inkrimping van de veestapel. Ja, inkrimping van de veestapel. Dat is het enige waar ze mee komt. Want ja, dat moet afgelopen zijn. En wat zegt ze dan in feite? Niet inkrimpen van de veestapel, maar zegt ze ook, daar moeten wat minder boeren komen. Moeten wij zulke mensen nu serieus nemen? Hè? Of, ja, gelukkig zullen ze niet zoveel stemmen krijgen dat ze de hele wereld kunnen gaan bepalen. Maar daar moeten we het mee doen. Mannen en vrouwen, de wereld wordt op dit moment dus bepaald door het klimaat. Maar het klimaat trekt zich nergens iets van aan. Dat ziet u wel. We staan hier in het bos en je kunt zien, alle groen ontluikt. We hebben volop hoop op de toekomst. Dus we gebruiken gewoon ons normale boerenverstand. En dat moet u eigenlijk allemaal doen. Want iedereen heeft een normaal verstand. En als je een boerenverstand hebt, dan ben je extra gezegend. Want dan bekijk je de wereld nuchter en met relativering. En dan ja, hoeven we niet bang te zijn. Als het op tijd stormt en het regent op tijd hier, nou, dan is de lucht zo schoon als wat. En ja, dat CO2 dat wordt altijd gemeten in tonnen. Hebt u wel eens CO2 gewogen? In feite zou er volgens de doemdenkers CO2 in de lucht moeten zijn. Kijk, ik voel niks. Ja, nu ben ik natuurlijk ook een ontkenner. En een klimaatontkenner, dat ben ik niet. Maar ik bekijk het wel met enige nuchterheid en we laten de natuur de vrije loop, want die heeft waarschijnlijk het beste met ons voor. Mannen en vrouwen, houdoe en tot volgende week.